Tarek, nou, heel veel van de problemen centraliseren zich vandaag de dag op regionaal niveau. Niet alleen de problemen, maar ook de oplossingen. Veranderingen in die problemen en innovaties in die oplossingen. Dus vandaar een instituut dat zich richt op de wetenschappelijke bestudering van de rol van die regio, veranderingen daarin en innovaties in regionaal bestuur en recht. Een voorbeeld is de energietransitie, de implementatie van beleid op dat gebied. Moeilijk internationaal, Europees, nationaal. En je ziet juist dat daar op die regionale schaal, dat daar slagen gemaakt kunnen worden. Dichter bij de burger, dichter bij bedrijven, om op die manier effectiever te kunnen zijn, maar ook legitiemer. Dus geaccepteerder beleid te kunnen maken, waardoor het ook sneller wordt uitgevoerd. Waardoor we uiteindelijk ook die energietransitie wellicht kunnen bespoedigen. Heb je dan ook een toegevoegde waarde richting beleid? Jazeker. Heel belangrijk is dat we natuurlijk wetenschappelijk onderzoek verrichten. Vergelijkend lange termijn wetenschappelijk onderzoek. Maar niet omdat we dat alleen zo interessant vinden. Maar vooral ook omdat we een effect willen realiseren maatschappelijk gezien. Of in ieder geval willen bijdragen daaraan. Dus wat wij graag willen is, en wat we ook al doen bij het onderzoek zelf. Het betrekken van beleidsmakers, het betrekken van bedrijven bij dat onderzoek, om daarmee al meteen de resultaten daarvan in de praktijk zijn weerslag te kunnen laten hebben. Praat je dan over één discipline of zijn het meerdere disciplines? In ieder geval juristen, bestuurskundigen, daarnaast ook economen. En experts op het gebied van bijvoorbeeld energietransitie of ondermijnende criminaliteit, de regionale aanpak daarvan. Dus dat is een brede groep aan expertises, disciplines, ook andere kennisinstellingen zoals bijvoorbeeld de TU in Eindhoven. Het initiatief komt van zowel de provincie Noord-Brabant als Tilburg University. Vanuit de gedachte dat die combinatie van de maatschappelijke opgaven waar de provincie en regio, Brabantse regio zich voor geplaatst ziet, dat die kennis vereisen, kennisontwikkeling, kennisverspreiding. En de provincie en de universiteit hebben elkaar daar gevonden. En vandaar Tarek. Is het een uniek instituut in Nederland of is het een van de meerdere? Het is een uniek instituut in Nederland. In de zin, er zijn een aantal hoogleraren regionaal bestuur, een beperkt aantal met wie wij nauw samenwerken, maar niet een instituut zoals Tarek. Niet een instituut dat zich echt helemaal concentreert op regionaal recht en bestuur. We hebben internationaal gezien enkele partners waarmee we nauw samenwerken in kennisnetwerken. Maar zoals Tarek het aanvliegt vanuit de maatschappelijke opgave en het uiteindelijk ook willen bijdragen aan een maatschappelijk effect realiseren, dat is vrij uniek. Over 5 jaar dan hebben wij een aantal mooie publicaties gerealiseerd op een veelheid aan onderwerpen. We hebben dat samen gedaan met de praktijk, zodat die publicaties niet alleen wetenschappelijk relevant zijn, maar ook praktisch interessant. We hebben een nog groter netwerk internationaal en Europees en nationaal opgebouwd. We zijn op dat moment ook een graag geziene partner voor allerlei onderzoeksprojecten, maar ook in de praktijk. Ik denk ook dat we ook van ons ook een zekere maatschappelijke impact verwacht mag worden. Niet alleen ten aanzien van bestuurders en bedrijven, maar ook als het gaat over onderwijs aan studenten bijvoorbeeld.